Dit is de man die Vlaanderen leerde koken. Piet Huizentruit woont nu in de Franse Ardèche en heeft er de sterrenzaak Licoquet. Piet engageerde hiervoor 5 jonge chefs die overlopen van frisse ideeën. We kijken er achter de schermen en ontdekken zo de schoonheid van de Franse streekproducten en het keihard presteren van het team, onder toeziend oog van Piet Patron. Het is 8:30 in het dorp Levens en het team van Licoquet verzamelt zich zoals elke dag aan de ontbijttafel, ondanks de korte nachten en de drukke zomer. De start van de zomer is eigenlijk voor ons een zeer moeilijke start. Hè? Want je werkt aan je equipe vanaf maart. Ja, het zijn er al 3 weg, dus dat is helemaal herbeginnen. Ook vandaag is elke minuut kostbaar. En dat weet chef Stijn als geen ander. Vandaag volgen we hem. Ik ben tweede sous-chef, dus ik ben hier ook van het begin, vanaf dag 1. Ik sta achter de stoof, dus ik doe vis, vlees, naar gelang de menu's natuurlijk. Kermesjes besteld, mosselen, kokos voor een volgend gerecht. Wat langoustine erbij. Dus ik kom de 2-3 keer per week. Onze de Dominique. Voilà. In het begin was het heel moeilijk voor ons, het eerste jaar, voor een goede visleverancier te vinden. Maar voilà, het is een hele goede. We zijn heel content mee. 9 maanden per jaar werken we hier. Dus natuurlijk... We hebben vorig jaar er 10 gedaan, dus het is een opstart dat wat langer duurde. Ah, zes, ja. Met Sabine. Ja, even. Ik heb afgelopen winter naar Toch Jan gedaan, in pastorale. En vorige winter heb ik nog van Kleven. Dus ik wil ook elk jaar eens een 3 sterren kunnen zien. Dus leuk voor de cv en dat is ook gewoon een ervaring. Ja, doe maar eens. Bonne, bedankt. Merci, bonne journée. Ciao. Ciao. Hè. Ja, Dries. Toptalent ook. Is totaal anders dan Anthony. Hè? Stijn moet nog leren leiding geven. Oh, precies, hè? Maar is dat een fout? Nee, niet iedereen heeft dat, hè. Dat leert zich ook aan. Hè. Daarom heb je een goede trainer nodig. En daarom speelde in ploeg. Daarom leerde dat ook. Niet eenvoudig. Vol is vol, hè? In de voormiddag rijdt Piet naar Maubec. Hij heeft er afgesproken met Chris, een Belg die enkele jaren geleden is verhuisd om hier het Mangalica-varken te kweken. Sinds kort serveert Piet dit exclusieve varkensvlees in zijn restaurant. En nu wil hij de beesten een keer van dichtbij bekijken. Hey Chris. Hey. West. Welkom. Ja, ik ben blij dat ik er ben. Alleen dus hier zitten we in het land van de varkentjes. Ja, sinds kort was dat niet zo. Een Belg heeft ervoor gezorgd dat er die varkentjes terug in de vitroon zaten. Ja, toch. Ik ben heel benieuwd. Ja? Daarnaar. Ik moet zeggen, het is een gigantisch succes in het restaurant. Ja, ik ben blij. Het vet heeft iets. Ja. Het smaakt naar foie gras. Dus als je je ogen dicht toe, denk je eigenlijk dat je foie gras aan het eten zit. Maar ik kan u verzekeren, wij serveren dat varkentje in het restaurant met het vet eraan. En we leggen dat uit. Hè. We laten het vet eraan omdat het zo lekker is enzovoort. En dan zie je die mensen kijken, goh, nu krijgen we hier vet. Het is toch overal op, hè. En hoeveel er nu zitten, varkens? 2 jaar geleden begonnen met 10, de eerste aanschaf. Ja? Waar 4 zeugen uitgeselecteerd heb. En dan in december later op jaar nog een 20-tal bijgekocht. En waarvan 1 een beer. Oh, en die ene chance. Die heeft ondertussen zijn werk goed gedaan. En momenteel ben ik aan 102. Wat? Ja, 102 Mangalica. Mangalica. Wow. Super. Ja. Allee, dan wil ik ze nu zien. Dan gaan we kijken. Ja, met veel plezier. Cool. Super. 102. Ja. Dus hoeveel zitten er hier nu? Chris, hier in dit park zitten er 1 familie. Dat is 7 zeugen met 1 beer. Om zich, voor te planten, op eigen tempo, naar hun eigen zin eigenlijk. Niks geforceerd. Etenstijd, hè? Het is etenstijd, ja. Ze zijn allemaal ontzogen.
Wow. Toen ze over het algemeen ook allemaal tezamen. Het is echt familieverband voor Brazilië. Als chef worden daar nu stil van, want allez, het is fantastisch, hè? Ziet die biggetjes lopen. Ja. Dus, en je spreekt over families, je hebt dus ja, een vader ook, een beer. Ja. Ja. De zwarten. De zwarten? Ja. De zwaluwbuik, zoals dat noemt bij de Galitsa. Ja. Ja. Die ginder ligt, dat is onze beer. Rocco. En lachen, hè. Lachen. In het restaurant wordt er minder hard gelachen. Want tijdens de mise en place stuit Cyril op een probleem met de reservaties. Ik ben désolé voor de reservatie en trop. Ik heb niet arriver. Ik heb nog niet monté. Ik heb de bas gevraagd. Hoe lang ben je? Ja, dat is echt dikke shit. Ja, eerst ben ik snel mogelijk. Ja. Sans probleem. C'est Cyril qui l'énerve et c'est nous qui trinquons, tu vois. Door een misverstand tussen Cyril en Piet is er een overboeking. En dan wordt het team flink op de proef gesteld. Stressbestendig, ja. Op sommige momenten niet, sommige momenten wel. Denk er vanaf, ja, dat de situatie is. Ik denk dat iedereen wel af en toe eens wel eens stress heeft. Ik denk dat er niemand echt stressbestendig is. Dat altijd wel eens trouwens stress, daar worden we wakker van. En ja, wij kicken ook soms op stress. Hè. Dus, zo is een keer een heel drukke service. Achteraf is dat het leukste. De Mangalica-varkens van Chris daarentegen worden bewust in een stressbestendige omgeving grootgebracht. Geen kleine hokjes zoals op de industriële varkensboerderijen. Enkel de buitenlucht en zalige modderbaden. Wat mij intrigeert is dat bij ons is een varken roze en hier de haar is bruin. Hé, zwaar? Ja. We zijn, en eigenlijk de huid, als ze geslacht zijn, de huid is zwart. Maar. Daardoor kunnen ze ook tegen de zonnestralen goed tegen. Zijn ze geschikt om zomer en winter eigenlijk buiten te leven. Totaal. In de winter vooral, omdat ze wollig zijn. Het noemt ook een wolvarken, een Mangalitsa. Maar geen wol zoals schapen. Ze zijn ook toch schapen, niet bang, he, moet je zien. Want ze verliezen wel de vacht in de zomer. Verliezen ze een groot deel van de vacht. Ah ja. En in de winter zetten ze terug de wol op om zich nog extra te beschermen tegen de kou. En dat vlees, ja, ik heb nog nooit zo'n goed vlees gegeten. Dank u. Ja, maar echt. Ja. Maar je straalt het ook uit, hè? Ja. Echt waar, ik vind dat fantastisch. Hè? Ja. En dat vlees moet je gewoon maar in je mond steken en dan weet het. Meer kan ik daar niet over zeggen. Varkensvlees is normaal, droog, farineus. Nee, dat vlees van Chris, dat is precies een biefstuk. Dat vet is precies foie gras. Vlees smaakt naar hetgeen dat je ze voedt. Wat geeft het hier dan? Eigenlijk, ze zitten, zelfs de mestvarkens zitten maximaal met 25 op een hectare. Een hectare bos. Ja. De mestvarkens die geef ik bijna enkel een paar parken met bossen. Dus eikels, dat is een gemengde vegetatie die erop staat. Pijnboompitten ook. Alle wortels, wormen. En ik voer ze eigenlijk bij met alleen biologische producten. Toppie. Ik heb een grote producent van groenten in de buurt zitten. Alles wat niet verkoopbaar is, of te groot of te klein. Ja. We zullen misschien dus ook dat varken zit nooit opgesloten. Nooit. Ze hebben geen stallingen. Gebouwen, ze hebben geen. Dat leeft winter, ze zijn, zomer, allee, dag ze en zijn, die komen hier gewoon. Ja. Dat is ook een beetje onze verdienst. Hè. We zijn er heel vaak mee bezig. Allee. Ja, ik moest toch een keer eentje vastpakken. Ja, ik vind dat... Een chef die zijn marchandise vastpakt, dat is het. Schudden, Piet. Schudden. Kijk, ze komen. Hè. Ze zijn er gek op. Allee, man. Ze alles, ja, alles op. Hè. Ze trokken die nootjes. En dat geeft eigenlijk ook een beetje die notige smaak. Ja.
ze zien ze echt ook graag. Hè? Ze zijn ook niet geforceerd voor hen te reproduceren. Ik laat de biggen er 3 maanden, soms 4 maanden bij. Niet te doen, hè? Zo natuurlijk mogelijk. Dat is de bedoeling. Ik heb dat nog van mijn leven gezien. Kan ik er wat doen, hè? Ja. Bedankt. Bedankt ja, dat we dat mogen zien. Wel, dan krijg je bijna de tranen in je ogen. Het is eigenlijk ja, bewijs, of moet ik het zeggen, de voldoening van het idee dat ik 3 jaar geleden had. Van ik wil het nu zo natuurlijk mogelijk, zo goed mogelijk, en daaruit moet een goed product komen. Dat is daar eigenlijk het bewijs van. De voldoening is heel groot. Ja. In het restaurant gaat Piet meteen aan de slag met het varkensvlees. We gaan dus de chorizo maken van het Mangalica varken. Is eigenlijk ontstaan doordat we in België, toch de West-Vlaming, eten altijd een broodje gehakt met pikkels. Dat varken, ik heb het daar gezegd, hé. Ja, wij zijn er zot van, hé. Dat heeft een andere smaak. Hé. Dat is de Wagyu beef van de varkens. Hé. De worst van het varkensvlees draaien ze dus helemaal zelf. Een stiel die Piet aan chef Stijn vol overgave heeft geleerd. Dus de chef gaat nu... Proeven. Voilà, proeven. Nee, dus alles afkruiden met peper, zout. Altijd ook afgewogen. De rode wijn moet erbij. Natuurlijk ook paprikapoeder. Kijk, de rode wijn zal ook mee bewaren, zal ook mee smaak geven. Voilà, ik kap het er maar in. Voilà, dus wat is er nu gebeurd? Die alcohol is eigenlijk doordrenkt. Zalig is dat. Zalig. Kunnen we morgen doen, hè? Dat is hem, zeg. Daar is hem. Daar is hem. Zie je dus? Zie je dus, die moet nu eigenlijk een nacht drogen in de frigo. Zie je dat al die glans daaraf is, dan echt, dat die niet meer zo nat is. En dan gaan we morgen gaan hangen in de schuur. Hop. Voilà, ze. Dat is niemand anders in België dat dat maakt, hè, van restaurants. Dus. Nee, dat is waar. Voilà. Nee, maar ik ben er fier op dat ik ze dat geleerd heb. Het is een crème aan aubergine. En met de zelfgemaakte chorizo bereidt Stijn een zuidersbordje op basis van aubergines en sardine. Een mooi huwelijk tussen vlees en vis. Dus het chorizo gerecht. Voilà. Smakelijk. Alles moet kloppen. Als je op restaurant gaat, en het was goed, maar wij willen alle maars elimineren. Dat is onze taak. En het is ook geen restaurant, het is een project. Kan ik je helpen met de keuze? Het is een geheel. Het is een ervaring, het is alles. Van begin tot einde moet dat top zijn. Elk gerecht moet zijn verhaal hebben. We gaan natuurlijk eerst af op de smaak. Daarna op het uitzicht. We werken veel terre mer, terre rivière. Dus vis, vlees. We gebruiken inspiratie van de natuur. Inspiratie van de streek. Inspiratie uit België. Dus we mixen een beetje de gerechten van Congo, Frankrijk of Ardèche specifiek. En Belgische keuken. Het is een tafel af Frans. Wat? Hier is het Frans. En tafelen is ook Frans. Dus waar ga je nu wat van? Tafel Frans. Oké. Bonjour. De relatie met Piet is heel goed. Dus hij soigneert heel goed voor ons. We zijn ook heel dankbaar. We krijgen feedback. S'avonds ook via WhatsApp krijgen we een berichtje. Jongens, heel goed service. Dus dat is wel leuk, dat appreciëren we wel. Donc on a pour vous la sardine avec avocat et faisselle. Ici un bouillon très frais de pommes granny schmidt et céleri branche. Et voilà, granité d'oseille. Et on va mélanger. Een heel sociale gast. En dat. Weet je wat, mensen komen naar een sterrenrestaurant en denken, oh, dat gaat toch een stijf gedoe zijn. Sorry, hè. Moet rock and roll zijn, hè. Top.
dat er ook zo'n deugd toe als patroon. Ja, je doet je een tour, alles naar wens. Maar meneer Huizenten, wat zo goed en zo'n tof personeel dat je hebt. Ja, dan word je even kouder van contentement. Hè? Voilà. Geniet ervan en smakelijk, hè. Na de middagservice zet het Licoquet-team zich omstipt 17:30 aan tafel voor het avondeten. En om 19:00 staan de eerste gasten van het avondluik alweer voor de deur. En vanavond krijgt Licoquet ook onverwacht hoog bezoek. Het kan dus groot dat er iemand zit van Michelin. Waarom? De klant komt alleen eten, komt laat toe. Die stelt heel veel vragen, van die ongewone vragen. Het was een controleur van de Michelin. Hè. Dus je ziet, het gebeurt. Hè. Wat een directeur, maar ja, je doet normaal. Hè. Dus hij was content. En ik zeg, verleden jaar heb ik niemand gezien. Jawel, jawel, er is iemand geweest. Hij was hem content. Als je ster behouden hebt, was hem content, zegt hij. Dus die zeggen eigenlijk niet veel. Die zeggen alles, maar niks. Maar zwart, voilà, hij is geweest. Hè. We zien wel wat er gebeurt. Ik vind, je moet altijd een beetje realistisch blijven. Zijn heel veel restaurants al lang voor 1 of 2 sterren vechten. En natuurlijk als Belg en als outsider in een groot land, gastronomisch land als Frankrijk, is dat ook niet, denk ik, heel makkelijk om de 2 ster te halen. Maar sinds dit jaar is het gevoel wel meer. Soms denk ik, ja, het is goed dat ik beneden sta, want dan zie je... Vandaag heb ik het niet gezien, maar er zijn serviezen geweest, 27 of 29 man. Ik zei, gasten, die laatste hoofdgerecht, sorry, hè, maar dat trekt op geen klot. Hè. En dan hoorde, pas op, ze geven dat toe. Ah, oh, maar weet je, chef, sorry. Zie, maar dan zeg ik, gasten, dat mag niet. Hè. Piet neemt dan ook de tijd om zijn team bij te sturen tijdens de wekelijkse teammeeting. Allez, tout le monde est prêt? Il y a le Michelin qui est arrivé, on a tout vu. Je veux juste dire, on a convenu que ça soit toujours propre en haut. Il y a un jour que c'est vraiment le bordel, c'est quand le Michelin vient. Donc là, je ne suis pas d'accord. Je mag niet laten vallen, hè. Don't let go, hè. Strak, hè. Alles moet strak zijn, van begin tot einde. Vous êtes tous des talents, mais il faut savoir commander aussi au moment où il faut. Comprends? Là, après, lui, il a dit, ouais, chef, mais j'ai ça. Je veux pas savoir. Il faut surtout pas me répondre quand il y a ça. Lui, il appelle le loup est sorti. Quand le loup est sorti, il faut pas le faire. Hein? Donc, je suis pas fâché, hein? Mais ne le fais pas, OK? Soms denk ik, Piet, laat het aan hen. En laat ze nog een keer een jaar of 2, 3, 4 wachten. Ik weet het niet. Maar het is duidelijk dat ik niet weg ga zonder dat er 2 sterren is. We zien wel. On verra.